de baard is weer helemaal terug. Nu zie ik bij het verliezende team verrassend weinig facial hair. Ja. Ja. Willen jullie in de race blijven, dan moeten we daar iets aan doen. Ja, dames, jullie krijgen voorbij een schaar en een tondeus. En één van jullie gaat je publieksvak in en verzamelt zoveel mogelijk haar. Van dit verzamelde haar plak je bij één van je teamgenoten een lekkere, volle, frisse, hippe baard op haar gezicht. En dan heb ik nog een kleine mededeling. Die blijft de hele uitzending zitten. Ja. Oh. Nee. Let op, we knippen vanaf de nek down. Dus geen gezicht of hoofdhaar. Alles wat onder het hoofd komt. Nee. Maar wat bedoel je dan, Nicolette? Nou, even denken hoor. Armhaar, beenhaar, buikhaar. Ja, ga verder. Er is nog meer. Konthaar. Zei je konthaar? Nee. Schaamhaar. Nee. Oh, nee. Teenhaar. Het mag allemaal. Okay. Jullie hebben nu 0 euro op de rekening. Grijpen jullie deze kans? Of is dit het moment dat je zegt, dit doe ik niet. Ik ga met opgeheven hoofd gaan we doen? En gladde keer dit spel uit. Ja. Maar dan ook zonder geld. Ja, we kunnen wel overleggen wie wat gaat doen. Ga overleggen. Ja. Als jij naar die baard op plakt? Nee. Jij moet het kunnen zijn. Nee. Ik kan mijn haar verder. Ik ga wel zitten anders. Ja? Of jij? Echt? Ja, ik ga wel zitten. Ja? Ja, ik ga wel zitten. Wil jij wel een mooie baard? Ik heb nog nooit een baard gehad. Daar wou je altijd over. Dus, ja. Altijd over gedroomd. Ja. Oké. Okay. Dit is je kans. Oké, okay, nou, kom maar naar beneden dan. En dan wil ik natuurlijk ook weten, wie van jullie gaat met mij mee voor het knip- en scheerwerk? Ja, ga ik het doen? Ben je snel? Lekker borsthaar afscheren. Ja, lekker. En dan bij Anneke op de bek smeren. Ja. Ja. Ja, zou ik het doen? Ja, ja, ja. Oké, okay. Is er iemand die zegt, ik wil wel een beetje haar doneren? Ja, borsthaar. Ik zag ook zo haar. Paul wordt een metroman, dames en heren. Kijk, hè? Nee. Nee. Jawel, jawel. Arme kleine beetje zo. Nee, ja, kijk eens. En dan gaan we, hoor. Oh, wat ga jij lekker blitz. Oh, de kijk is. Lekker donker. Hey, niks van boven, hè? Je hebt er al een tijdje geen seks gehad. Je hebt altijd nog wel een lekker bosje af. Ja, 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 ja. Oh. Ja, dan gaan we weer. Hey Dick, er zit daar een meneer met een hele mooie witte baard. Kijk eens. Mooi, ja, dat is wel... Kunnen we gewoon een replica maken? Och, meneer. Iemand een okseltje in de aanbieding. Zo. Oké. Wat zeg je ervan? Ja, laten we het proberen. Ja, gaan we het doen? Ja? Ja, we hebben hem hoor. Ja. Mooi. Kom maar even hier staan. Nou, gaan we beginnen met plakken? Altijd al een snor willen hebben. Lekker. Zeg, ik zou maar gaan plakken hoor, voordat die opdracht. Ja, ik voel wel volgens mij... Kijk, ik ben je assistente. Schoonheidsspecialist nodig op mijn huid. Ik val uit elkaar. Gadverdamme. Oh, dat klinkt. Oh man. Zwaar? Ja. Wat een kut. Gaat het? Ja. Kijk eens. Daar komt die volle snor. Haar ik zie toch het okselhaar nu wat terugkomen. Als ik gewoon door mijn neus ademhaal, dan ruik ik deodorant. Dat is echt te smeren. Het is wel schoon dan nog. Wil je jezelf zien? Ja. Anneke, dit is je nieuwe look. En het staat je beeldig. Hoe heet ze ook weer? Conchita Wurst, ja. Zing eens een liedje.